Directeuren van basis- en middelbare scholen hebben een flinke som geld te verdelen. 6 miljard euro is er voor extra begeleiding en gratis bijles in de zomer of in het weekend. Het doel: voorkomen dat een complete generatie kinderen levenslang last houdt van leerachterstanden door het coronajaar. Gemiddeld komt het uit op zo'n 1,3 miljoen euro voor een middelbare school. Is geld de oplossing? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Nogmaals, het is natuurlijk heel fijn om geld te krijgen. We moeten nu echt ons gaan buigen over hoe we het gaan besteden. Want, zoals Johan Cruijff ooit zei, ik heb nog nooit een zak geld zien scoren. We moeten daar natuurlijk wel mensen voor vinden om dat te kunnen doen. Ja. En ons zittend personeel is op dit moment... Die kunnen wij nu niet in vakanties en weekenden in gaan zetten. Want die werken eigenlijk al overuren om te zorgen dat het onderwijs nu doorgang kan vinden, plaats kan vinden. Dus. Even naar die leerachterstanden. Want hoe zit dat bij u op school eigenlijk? Ik vind dat best een lastige term. Want omdat er zoveel over leerachterstanden gesproken wordt... ben ik bijna bang dat het ook op een gegeven moment... een soort self-fulfilling prophecy gaat worden. Uiteraard zijn er achterstanden. Of ik zou eigenlijk misschien liever van hiaten willen spreken. Maar dat verschilt echt per leerling, per vak zelfs nog. En ik denk ook echt dat sommige scholen daar veel meer last van hebben dan anderen. Ja, ligt daar dan nu te veel de nadruk op wat u betreft? Ik vind het een negatieve boodschap die de motivatie niet ten goede komt. Ja. Wat zou dan de boodschap moeten zijn? Nou, ik zou de boodschap willen geven. Het is nu zwaar, maar we gaan daar met z'n allen alles aan doen om te zorgen dat jullie er wel doorheen komen. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Om te zorgen dat ook niet leerlingen hun hele leven denken dat ze er last van gaan houden. Ja, samen de schouders eronder, we gaan het regelen. Ja. Nou heeft het kabinet gezegd, er komt heel veel geld... En het is wel bedoeld voor extra begeleiding... maar u mag zelf invullen hoe u dat precies gaat doen. Ja. Is dat fijn omdat u maatwerk kunt leveren... of zegt u, nou, een beetje richting was ook wel lekker geweest? Dat laatste denk ik ook wel, een beetje richting. Er zullen richtlijnen komen, hoor. Daar werken ze ook nog wel aan. Maar het is lastig, want het wordt nu helemaal bij ons gelegd. We moeten nu een heel plan maken. Voor de zomervakantie moet dat ingeleverd worden, een gedetailleerd plan. Waarbij we waarschijnlijk van heel veel derde partijen, externe partijen, gebruik moeten gaan maken. Ja. En ook deze externe partijen hebben niet altijd mensen. Dat zijn vaak studenten die nog net niet op de universiteit gerekruteerd zijn... en dan bij ons neergezet worden. En die hebben natuurlijk geen leservaring. Ja, en bent u dan ook bang dat het te lang gaat duren... voordat dit uiteindelijk is uitgerold? Want u zegt tot de zomervakantie, heeft u de tijd? Ja, wij moeten een plan indienen tot de zomervakantie. We hebben nog wel andere subsidies gekregen die we nu uitwerken. Een inhaal- en achterstandssubsidie. Dus we zijn daar al mee bezig. Het is niet dat we daar nog niks aan gedaan hebben. Maar nogmaals, ik denk dat het lastigste stuk wordt om professionals te krijgen. Ja, en misschien dat u dan uitkomt uiteindelijk bij huiswerkbureautjes. Hè? Die geven nu natuurlijk al huiswerkles. Maar dat is best wel ingewikkeld in deze tijd, waarin het natuurlijk veelal online moet. Ja, we merken dat er vooral bij leerlingen een motivatieprobleem speelt momenteel. Ze vinden het moeilijk om zichzelf te motiveren, omdat ze niet echt een doel hebben om naartoe te werken. Toetsen worden uitgesteld, dus in die zin, waar leer je voor? Waarvoor maak je het huiswerk? En daar helpen wij ook zeker bij. We merken ook dat we veel leerlingen moeten helpen bij hun motivatie en het op peil houden van hun huis- en leerwerk. Ja, heel goed. Oké, we gaan weer verder met scheikunde. Ja, we verwachten zeker een toename in de vraag naar huiswerkbegeleiding en bijles. Vanuit ouders en leerlingen, omdat zij graag hulp willen bij de vakken waar ze nu moeite mee hebben of een motivatieprobleem. Ook vanuit scholen verwachten we een extra hulpvraag richting de instituten om te helpen ondersteunen bij leerlingen die achterstanden hebben opgelopen. Ja, mogelijk komt het overheidsgeld dan dus uiteindelijk terecht bij particuliere bedrijfjes. Is dat een probleem? Nou ja, zolang zij die capaciteit hebben en natuurlijk kunnen helpen op een zo goed mogelijk manier, lijkt me dat prima. Maar ik ben benieuwd wat je ervan vindt om bijvoorbeeld gepensioneerde leraren in te zetten. Want ik denk dat die best wel bereid zijn om hier en daar te helpen, hebben kennis van het vak. Dat doen we ook al. Ja. Maar daarbij vallen natuurlijk gepensioneerde leraren ook wel in een bepaalde risicogroep. Ja. En hebben vaak ook angst om met leerlingen te werken. Ja. En hebben ook geen ervaring met online onderwijs. Want alles is nu online ook, hè? Dus voor alle groepen behalve de examenklassen. Dus als jij nu een 70-jarige, die moet dan wel met teams om kunnen gaan. Als die dan straks gevaccineerd is bijvoorbeeld,
Het is, ja. Ik snap het probleem. Het is een idee en we zijn er al mee bezig. We zetten nu bijvoorbeeld ook oud-leerlingen in om bij ons met de opvang te helpen. Dus we zijn ontzettend creatief. Alleen overal zitten natuurlijk beperkingen aan en we blijven doorzoeken. Aankomende dinsdag is een persconferentie. Hoopt u dan te horen, de middelbare scholen gaan weer open? Ja, dat hoop ik. En heel erg. Op welke scenario's bent u voorbereid? Wij zijn voorbereid op het scenario dat, dat we op 1,5 meter open moeten. Dus dat betekent dat de leerlingen niet allemaal tegelijk naar school kunnen. Dat betekent dat leerlingen in groepen ingedeeld worden en dan de ene dag op school les krijgen en de andere dag online. Dus dat wordt gestreamd dan, die les. We zijn ook voorbereid op helemaal open. Dat is natuurlijk iets wat we voor 15 december al deden. Dus, ja. Best wel ingewikkeld, kan ik me voorstellen. Ja. Ja, we gaan er zo verder over praten. Wij zijn er nog tot 10 uur. En straks schrijft ook politiek verslaggever van Elsevier Weekblad Erik Vrijs aan over het Kamerdebat over de avondklok spoedwet. Nu het NOS Journaal met Mark Visser.